Ik open de raadsvergadering van 30 november 2017 op de vooravond van het Sinterklaasweekend. Vol verwachting klopt ons hart. We zullen proberen het wat harten te vervullen vanavond met deze prachtige agenda. Ik moet u helaas melden dat de heer Gerrit de Jonge is verhinderd. We weten dat Johan Wind wat later komt. Intussen zou ik graag uw aandacht willen vestigen op maatschappelijk verantwoord inkopen. Ik houd dat even goed in voor de camera. Dit is een oproep aan alle gemeentemensen om verantwoord en duurzaam in te kopen. Dit is een voorbeeld van de gemeente Assen. We kennen iemand die daar werkt. Die dingen drukt. Ik denk dat Harry Mors hier voortreffelijk werk heeft geleverd. Ik houd het nog één keer voor op de camera. Dames en heren, doe mee, denk mee. En acteer mee. Dankjewel. We gaan naar de vaststelling van de agenda. Had ik begrepen dat agenda punt 7 misschien nog anders moet? Verrassend, voorzitter, maar ik sluit me bij u aan. U wilt 7 bespreken, hè? Heel graag, voorzitter. Ja, zullen we dat gewoon als laatste in de agenda doen? Past dat in de orde, wethouder Financiën? Altijd. Oké, wethouder stelt ze flexibel op. Dan gaan we dat zo doen. Agenda bij deze vast. Het vraag een half uurtje. De LPO-fractie bij monden van meneer Bongers wil iets vragen over cliëntenondersteuning. U hebt het woord. Ja, is goed. Dank u wel, voorzitter. Vanaf deze plek. Het betreft inderdaad onafhankelijke cliëntenondersteuning. Iedereen die gebruik maakt of gebruik wil maken van de zorg en hulp van de gemeente heeft sinds 2015 recht op onafhankelijke cliëntenondersteuning. Ook iedereen die een indicatie heeft voor langdurige zorg heeft hier recht op. Die cliëntenondersteuners ondersteunen vanuit een cliëntenperspectief en zijn onafhankelijk van zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders. Deze dienstverlening is kosteloos. Naar aanleiding van een recente situatie met een gezin in Ommen, waarbij een redelijk dringend beroep is gedaan op een onafhankelijke ondersteuning van de zorgcliënt, werd er een wachttijd van meer dan 6 weken afgegeven. En naar aanleiding hiervan heeft de LPO de volgende vragen. 1. Welke tijdsnorm wordt door de gemeente Ommen gehanteerd waarbinnen iemand kan rekenen op onafhankelijke cliëntenondersteuning? 2. Wat is de huidige status van wachttijden voor cliëntenondersteuning? 3. Als wachttijden structureel zijn, wat gaat de gemeente hieraan doen om de wachttijden te reduceren? En 4. Welke garanties kan de gemeente bieden dat onafhankelijke cliëntenondersteuning altijd beschikbaar is? Dat was het, voorzitter. Kijk. We laten ons niet van één kant door het veld slaan, voorzitter. Voorzitter, de heer Bongers heeft vragen gesteld over de onafhankelijke cliëntenondersteuning. Ik denk dat het goed is om even onderscheid te maken tussen de cliëntenondersteuning waar we over gaan en de cliëntenondersteuning waar we niet over gaan. Waar we over gaan, dat is de WMO, zijn er wachttijden, zijn daar zeg maar normen, zijn daar wachttijden. Voor wat betreft de WMO hebben we de afspraak dat binnen een week zeg maar directe cliëntenondersteuning wordt geboden. En in de praktijk blijkt dat ook te kunnen worden gehonoreerd. We hebben op dat punt ook geen enkele klacht ontvangen. En er zijn dus ook geen wachttijden. Maar dat is wel anders voor de WLZ. En daar ging het in het door u waarschijnlijk bedoelde onhavige geval over. WLZ, dat is via het zorgkantoor. Daar gaan we niet over. Daar kunnen we dus ook niet garanderen. Wat we wel kunnen doen is bemiddelen. En als gemeente zeggen van goh, het gaat wel over onze inwoners. En dan maken we ons druk erover. Ik ken een gemeenteraadsfractie en ook een wethouder die zich de afgelopen tijd erg veel druk heeft gemaakt in deze situatie. Dat is de situatie. Zo kunnen we het doen. Anders kunnen we het niet doen. Tot zover. Misschien mag ik via de voorzitter toch nog een vervolgvraagje stellen. Dank u wel. Want zoals wij het lezen betekent ook dat de langdurige zorg onder deze categorie valt. En hoe kan het dan dat er een onderscheid gemaakt wordt in de bedieningstijd of wachttijd? Enerzijds minder dan een week en anderzijds meer dan 6 weken. Nou, dat is een hele goede vraag, hè? Maar dat wordt dus bepaald door een andere partij. Het zorgkantoor heeft bepaald dat 5 tot 6 weken wachttijd kan. En in bepaalde gevallen vinden wij dat eerlijk gezegd niet toelaatbaar. Het is voor ons reden om te interveneren waar we dat kunnen doen. Maar strikt formeel mag men dat doen en gebeurt dat ook.
Dat is de situatie. Ja? Ja, ik zit even naar aanleiding van de vraag van de heer Bongers. Van, kijk, WLZ, is inderdaad, daar gaan wij niet over. Maar als het nou om onze eigen cliëntondersteuning, want dat is wel een dingetje waar ik vaak op zit, gaat. Van, hoe zouden we aan het eind van het jaar ook eens een soort overzicht kunnen krijgen? Of inderdaad, met dat elke vraag die er binnenkomt ook inderdaad snel beantwoord wordt. Dat we daar wat inzicht in krijgen. Of via de klankbordsgroep, dat je dus inderdaad zo van, goh, hoe gaan we er nu mee om? We doen meer in dat project van onafhankelijk, hè, dat landelijke koplopersproject. Maar gewoon om ook te horen, mede naar aanleiding van wat de heer Bongers zegt, van hoe gaat het nu met de inwoners die voor WMO, jeugdzorg, et cetera, participatiewet geldt ook voor. Dus hoe gaan we daarmee om en wat voor resultaten bereiken we daar? Nou, vind ik een ontzettend leuk onderwerp. U brengt mij ook op een idee. Wat we kunnen doen is, er zijn nu ideeën voor vrijwillige ouderadviseurs. Hè, die hopen begin volgend jaar af te studeren, om het zo maar te zeggen. Dan is hun training voorbij. We zouden kunnen overwegen om ook richting bijvoorbeeld mee en het zorgkantoor te zeggen van, goh, die lange wachttijd van 5 à 6 weken vinden wij eigenlijk toch te lang. Hè? En wij zijn bereid om deze infrastructuur als het ware aan te bieden, zodat het korter kan. Hè? Dat kan. Hè? Dus dat kunnen we in gesprek met mee ook inbrengen. Dat is één. Overigens voor de goede orde. Gelukkig kleine en korte lijnen in Ommen. Het gaat om hele kleine getallen. Gelukkig. Hè? Maar dan kunnen we er ook bovenop zitten. Dus laten we dat maar doen. Oké, als er verder geen vragen en opmerkingen zijn, dan is dit onderwerp afgesloten. Dan ga ik naar agendapunt 3. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 november. Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen. Kunnen wij al dus goedkeuren? Dat is goedgekeurd. Agendapunt 4, mededelingen vanuit het college BMW. Ik begreep dat wethouder Schelen 2 mededelingen had. Ga je gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, 2 mededelingen. Allereerst, vanavond staat als een hamerstuk de Village Deal op de agenda. In de vorige gemeenteraadscommissie is met name ook door de raad aangegeven, goh, we willen wel graag ook op de hoogte gehouden worden, ook van de andere projecten. Ik heb dat ingebracht bij de landelijke organisatie en die hebben aangegeven dat ze daar graag aan willen tegemoetkomen. Niet alleen in de vorm van gemeenschappelijke rapportages, maar ook in de vorm van een uitnodiging vanuit de gemeenteraad voor gemeenteraadsleden om zeg maar een landelijke bijeenkomst bij te wonen. En die wil ik u vast mededelen. Dat is 19 januari geworden. En dat is een vrijdagmiddag. In Soest vanaf 12:30 zal er dus een oploop komen over de Village Deals. En als u daarvoor belangstellend bent, dan bent u van harte uitgenodigd. Ik zorg er natuurlijk voor dat de meer precieze uitnodiging ook nog uw kant op komt. Dan een tweede mededeling. U weet wellicht dat ik nogal actief ben in de wethoudersvereniging landelijk. En daar zijn een aantal wethouders bezig met wat heet vernieuwing van de lokale democratie. En die wethouders hebben zich afgevraagd van, goh, wat kunnen wij nou in onze rol bijdragen aan vernieuwing, wetende dat er natuurlijk maatschappelijk al ontzettend veel gebeurt, hele mooie initiatieven zijn. En kunnen we daar niet wat extra's in doen? Dat heeft geleid tot een pamflet, Bouwstenen Vernieuwing Lokale Democratie. Dat ziet er zo uit. En wij zijn eigenlijk van plan om zeg maar dat breed te verspreiden. En vooral ook om het netwerk zeg maar goed te onderhouden. Om goede voorbeelden in en landen met elkaar uit te wisselen. En ik ben ook heel graag bereid om dat met u te delen. Goede ideeën, we kunnen ermee doen wat we willen. Ik zal in ieder geval het pamflet even aan de griffier geven voor de belangstellenden. En ik zal voor de belangstellenden ook zeker informatie blijvend geven. Tot zover, voorzitter. Even kijken, zijn de andere wethouders nog bezig met mededelingen? Niet het geval. Dan heb ik als burgemeester een mededeling in het kader van het afronden van de zaak rond Helemaal Ommen. Ik heb van onze officier van justitie een kopie gekregen van een brief van het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie. Die zet een aantal zaken op een rij en die geven als eindconclusie: alles afwegende is er op dit moment geen aanleiding voor het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek te starten naar het handelen van één of meer bestuursleden van SHO. Dat is de mededeling vanuit de OM. Het lijkt me dat we de zaak hiermee afronden.
Goed, dat was mijn mededeling. Verder geen mededelingen meer, dan sluiten we dit agendapunt. Dan gaan we naar 5 hamerstukken. Benoeming eerste en tweede waarnemend voorzitter van de raad, een lid van de agendacommissie. U hebt het voorstel gezien. Ik neem aan geen stemming nodig. Dan is het al dus besloten. Gaan we naar 6, vaststelling bestemmingsland buitengebied herziening om een zuid. Daar is ook geen stemming voor nodig, al dus besloten. Oh, nee. Stemverklaring, ja, dat mag wel. Ja, hij doet het. Voorzitter, graag stemverklaring ten aanzien van punt 6 inderdaad. Dan gaat het om het omzetten van de creatiewoningen naar permanente bewoningen. Voorzitter, het uitgangspunt voor de Partij van de Arbeid blijft dat wordt uitgegaan van bestaande bestemmingen. In beginsel worden geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan of gefaciliteerd in het bestemmingsplan, zoals het toevoegen van extra woningen. De gemeente heeft niet de beleidsruimte om recreatiewoningen om te zetten naar een woonbestemming. Er geldt een provinciaal verbod op permanente bewoningen en recreatiewoningen. En er is een motie aangenomen in de provincie met een verzoek om onderzoek te doen naar recreatieparken die te maken hebben met verpaupering. Om aan te geven op welke wijze de provincie daar iets tegen kan doen. Voorzitter, dit biedt op dit moment geen aanknopingspunten voor een omzetting van de creatiewoningen naar woonbestemming. Wat de Partij van de Arbeid betreft blijft dit ook zo. Als er moverende redenen zijn voor de provincie en eventueel voor de gemeenteraad om hier anders over te gaan denken, dan hebben de indieners van zienswijze 2 wat ons wat dat betreft ook een punt. We zullen niet tegenstemmen, maar wel deze stemverklaring. Dank u wel. Goed, dank voor deze aanvulling. Daarmee toch per hamerslag goedgekeurd. Nee, dank. Agenda punt 7 gaan we als laatste bespreken. Dan gaan we naar 8. Samenwerkingsovereenkomst Village Deals. Is daar nog stemverklaring bij te geven? Geen stemming, dan bij hamerslag aanvaard. Goed gedaan, mooi resultaat. Dan gaan we naar 9. De aanvraag vangnetregeling 2017. Stemverklaringen niet. Dan is die bij hamerslag aanvaard. Gaan we naar de bespreekstukken. Agenda punt 10. Beleidsplan Samen tegen Armoede 2018-2020. Wie wil erover het eerste het woord voeren? Van Makkinga, en dan komt de rest meestal ook wel. We maken gewoon het rondje. Van Makkinga, begint u maar. Middelkamp. Mars. Ja. Meneer Frins komt binnen, hartelijk welkom. Mevrouw Makkinga, begint u maar. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, voor ons ligt het beleidsplan Samen tegen Armoede. En wat ons betreft ligt het de nadruk inderdaad ook op dat samen. Het woord samen tegen armoede. In de commissievergadering heb ik al aangegeven namens CDA dat we content zijn met dit beleidsplan. De 7 beslispunten zijn wat ons betreft duidelijk. En de kracht van dit beleidsplan zit volgens het CDA in het feit dat dit plan inderdaad in samenspraak met ervaringsdeskundigen, om er samen sterk en leden van de participatieraad is opgezet. En wat ons betreft houden we die kracht ook graag vast in de uitvoering. Dus ik wil hier graag nogmaals benadrukken, blijf gebruik maken van die kennis en kunde van ervaringsdeskundigen. Zorg voor maatwerk en sluit inderdaad aan bij de leefsituatie van onze inwoners. Dat is de eerste opmerking, voorzitter. Het tweede gaat over mobility mentoring. Ik heb de neiging om dat woord af te gaan korten met MM, maar goed, we houden het op mobility mentoring. In de brief die wij ontvangen hebben als naar aanleiding van de vraag in de commissievergadering, geeft u aan dat een eerste trainingsronde gestart is en dat medewerkers onderzoeken hoe mobility mentoring toegepast kan worden met behulp van bepaalde instrumenten. U noemt onder andere de brug, beloning, etc. Voorzitter, het CDA heeft behoefte op dit punt nog wat aanscherping. Met name waar het gaat om het. Met name als het gaat om het inzetten van instrumenten. Want in ons idee, of naar onze idee, als we dit goed begrepen hebben, dan gaat mobility mentoring veel meer over de stijl van dienstverlening. Een stijl van dienstverlening die zich echt kenmerkt door vriendelijkheid, vertrouwen en wederzijds respect.
En ik heb de VNG-brochure er ook nog eens op nagelezen. En ik haal daar een klein stukje uit, wat ze schrijven over die dienstverlening. Alle professionals laten vooroordelen zoveel mogelijk achterwege en treden de deelnemers in principe hoop- en verwachtingsvol tegemoet. Er is geen sprake van een autoritaire one-size-fits-all benadering, maar een benadering waarin respect is voor waarden, tradities en geloofsovertuigingen. De dienstverlening is kosteloos en de deelnemers mogen uitvallen en weer terugkomen zonder al te grote negatieve consequenties. En voorzitter, dat zegt heel veel over de dienstverlening. En als CDA onderschrijven we deze uitgangspunten van harte. Maar we hebben, zoals de wethouder dat in de commissievergadering ook al aangaf, dan nog wel wat te doen. Nog wel wat te doen, zowel in ons eigen huis als mogelijk ook bij de organisaties die, die het armoedeconvenant ondersteunen. Voorzitter, we hebben gezegd, voorstel van de LPO, dat we in de klankbordgroep nog eens met elkaar in gesprek gaan en de resultaten en die indicatoren nog gaan aanscherpen. Het CDA stelt voor om ook op het onderdeel van die dienstverlening goed de vinger aan de pols te houden. Want het is niet niks wat we zeggen te willen gaan doen. Dus wij stellen eigenlijk voor, of wij stellen voor om medio 2018 eens ook een tussenbalans op te maken als het gaat om die dienstverlening. Welke stappen hebben we nu gezet? Zijn we op de goede weg? En wat werkt er echt? En welke hobbels ervaren de professionals? Want wij denken niet dat dat zomaar vanzelf gaat. En die tussenbalans die zouden we heel goed samen met die betrokken organisaties vorm kunnen geven. Dat kan in de vorm van een praktijkpresentatie of hoe dan ook. En we zijn benieuwd als de wethouder dit voorstel met ons deelt, oftewel ook overneemt. In de commissievergadering hebben we ook aangegeven dat projecten als Weg achter de Graniums en het Geluksbudget ons geleerd hebben dat het gesprek voeren met inwoners, het samen doelen stellen en kijken welke stappen gezet kunnen worden om weer mee te kunnen doen, mee te doen in die samenleving essentieel zijn. En in onze ogen zou het Meedoenfonds ook op die wijze moeten worden ingezet. Wethouder, ziet u dat ook zo? Tot slot, stille armoede bij agrariërs. Dat is gezegd, vandaar is vooral de LTO die dat in het voortraject oppakt. Prima. Maar heb ook oog en aandacht voor stille armoede in niet-agrarische gezinnen. En wij willen de suggestie of het voorstel meedoen dat mogelijk de vesten ook op dit onderdeel en in het uitvoeringsprogramma wat nog opgesteld moet worden een goede ondersteunende rol kan pakken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Middelkamp. Dan meneer Mors, als ik goed begrepen heb. Mevrouw Schunselaar. Okay. Dat is die. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in ons betoog gaan we 3 punten aanstippen. Althans, daar willen we wat meer ons op verdiepen. Dat gaat over maatwerk, het gaat over het Meedoenfonds en het gaat over de piek. En voor wie niet weet wat we daarmee bedoelen, komt dat zo dadelijk. Maar niet, we gaan er pas op in, niet nadat we eerst hebben vastgesteld met het CDA overigens dat het een goed leesbaar beleidsstuk is geworden, een mooi plan, waarin notities uit eerdere plannen keurig netjes integraal zijn verwerkt. We zijn blij, als het CDA, dat de participatieraad een positief advies heeft afgegeven. Alleen, voorzitter, als we goed lezen hoe dat advies luidt, dan staat daar eigenlijk een roep in die de fractie van de VOV ook heeft en dat is een roep om maatwerk. En om u te schetsen, voorzitter, en dit is meteen het eerste punt waar we wat meer op willen inzoomen, om u te schetsen wat we daarmee bedoelen, zal ik u in dit betoog uit de doeken doen dat wij situaties kennen van inwoners die vanuit een uitkeringssituatie naar werk zijn gegaan. Dat heeft tot gevolg gehad dat we wel hebben bereikt dat het sociaal isolement en of eenzaamheid is opgelost. Maar de financiële component, zeker daar waar er sprake zou zijn van schulden, schuldhulpverlening, juist misschien zelfs wel erger gemaakt. En daar zou een roep om maatwerk om de hoek moeten komen.
En waarom wordt dat nou erger, die financiële situatie? Als je een relatief laag inkomen hebt en je komt vanuit de uitkeringssituatie naar laag inkomen, dan heeft dat consequenties op tegemoetkomingen, op toeslagen, maar ook wellicht op, als je buiten Ommen werkzaam bent, op extra reiskosten en zaken die daarmee verwant zijn. Met als gevolg dat het financiële plaatje uiteindelijk een stuk of een stukje minder geworden is. Nou, tel daar eventueel een schuldpositie bij op. En dan hebben we dus enerzijds in het sociaal domein wel een aantal aspecten bereikt. Maar anderzijds doen we het misschien in financiële zin voor betrokkenen wel minder. En daar, voorzitter, zouden we eigenlijk graag wat minder naar de regels kijken en wat meer proberen om maatwerk voor betrokkenen waar dit voorbeeld op van toepassing is, dat daar maatwerk wordt gepleegd. Dus wat ons betreft zou er inderdaad iets minder MM, en dat staat voor Mobility Mentoring, voorzitter, zien in dit stuk en liever wat meer maatwerk. En de vraag is aan de wethouder, voorzitter, om daar een reactie op te geven. Het tweede onderwerp gaat over het meedoenfonds. In de commissie, en dat zal zeker de wethouder zich herinneren, hebben wij een lans gebroken voor kinderen onder de armoedegrens die vooral tijdens schooltijd niet mee kunnen doen vanwege het feit dat veel kinderen in de klas mooie verhalen hebben over bijvoorbeeld een gezinsuitje, maar kinderen die onder de armoedegrens leven, daar zijn de middelen niet voor en die vallen dan stil. En dat is juist een van de dingen, dat stond in een van de vorige notities die ten grondslag hebben gelegen aan dit beleidsplan. Juist dat aspect werd als meest storend, meest vervelend voor en door de kinderen die het betreft ervaren. We hebben toen een lans willen breken en gezegd, kunnen we niet een stukje recreatieve participatie, een soort recreatief fonds daarvoor benoemen, zodat ook die activiteiten mogelijk worden. Voorzitter, de portefeuillehouder heeft in die commissievergadering gezegd daarmee aan de slag te gaan of dat te onderzoeken of woorden van die strekking, dat weet ik niet meer precies. Maar helaas stellen we vast dat in dit beleidsplan daar nog geen sprake van is. En we horen graag wat de gedachtes van de wethouder geweest zijn en of hier nog iets te verwachten is. Tot slot, voorzitter, de piek. Dat is een vreemde stijging in de kosten voor de collectieve ziekteverzekering. Collectieve zorgverzekering, sorry. Waar ineens in 2018 10.000 euro meer begroot is dan in 2017. En in 2019 zakt dat ineens weer. Op zich is dat misschien helemaal niet spannend. En als dat nakalculatorisch anders uitpakt, dan zien we dat in de jaarrekeningen wel weer terug. Maar we hebben gevraagd, kan je dat nou onderbouwen? Is het misschien een typfout? Hè? Wat is er aan de hand? We hebben daar een schriftelijk antwoord op gehad. Maar dat is voor ons eigenlijk niet de onderbouwing, voorzitter, van de verklaring waarom die piek tot stand is gekomen. Nogmaals, niet heel erg belangrijk, maar wel fijn om te weten als daar een goed antwoord op is, wat daarvan de onderbouwing is. En voorzitter, dat was het wat de VOV-fractie betreft in eerste termijn. Meneer Mos, zijn termijn. Ik kan het ook in één keer. Meneer de voorzitter, D66 kan heel kort zijn over dit beleidsdocument. Het beleidsplan Samen tegen armoede sluit aan bij twee van de vijf richtingwijzers van D66, namelijk vertrouwen op eigen kracht van de mensen en beloonprestaties en deel de welvaart. Het gaat hierbij niet alleen om technische maatregelen, maar juist om het welzijn van de inwoners. En uiteraard staan wij daar vierkant achter. Zoals in de raadscommissie ook al uitgebreid is besproken, zorg voor maatwerk. En heb bij deze met name dan oog voor de grensgevallen. Ik zou hier wel 5 minuten kunnen praten over grensgevallen. Doe ik niet. Want ze zijn namelijk al wel in het document genoemd. Maar het zou wat smarter kunnen. Aan de andere kant zijn we heel erg blij dat een en ander niet in het beton is gegoten. We zien om ons heen dat er ontwikkelingen zijn die wellicht straks ook nog andere inzichten kunnen opleveren. Een voorbeeld van bewonersinitiatieven, ik noem slechts Arbo Positief of andere richtlijnen die er misschien nog zouden kunnen komen naar aanleiding van de kleinsmaatgelden. De wijze waarop het document is opgesteld biedt veel ruimte, maar vereist een nauwkeurige terugkoppeling, bijvoorbeeld in de klankbordgroep, zoals ook door mevrouw Makkinga al is aangegeven. En onder terugkoppeling verstaan wij dan niet slechts een verhaal van hoe het is gegaan en hoe het is gelopen in de loop der tijd, maar juist ook de mogelijkheid om te kunnen bijsturen.
Het zal duidelijk zijn dat onder die voorwaarden wij zullen instemmen met het voorstel. Dank u. Mevrouw Schutselaar, voor haar termijn. Dank u wel, voorzitter. We hebben in de commissievergadering ook al uitvoerig gesproken over dit thema. Samen tegen armoede. En dat de gemeente nu initiatieven gaat ontwikkelen, weer gaat ontwikkelen om die samenwerking te optimaliseren, dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar dat dit een continu proces is, dat is duidelijk. Want armoede, hoe graag we het ook zouden willen veranderen, zal altijd aanwezig zijn. Ook hier in Nederland, ook hier in Ommen. Maar het is wel een goede zaak dat we steeds blijven zoeken naar middelen om de bewustwording dat de armoede er is en dat we daar iets aan kunnen doen om die bewustwording te stimuleren, dat is uitstekend. Ik heb al gezegd, in de commissievergadering hebben we daarover gesproken. De antwoorden zijn voor ons helder. En wat ook helder is, zijn nog de schriftelijke antwoorden. Blijft nog wel één punt, en dat heb ik ook al in de commissievergadering gezegd, het punt van het verenigingsleven erin te gaan betrekken. We begrijpen het uitgangspunt, maar de invulling hoe dit zal gaan, dat is voor ons niet helder. En ik zou graag hier nogmaals van de wethouder iets meer over willen horen. Want het mogen duidelijk zijn als je een signaal ontvangt vanuit de vereniging. Ja, dat is mooi, maar daarmee help je de betreffende persoon of het betreffende gezin niet. En van de andere kant moet je ook afvragen of dit een taak is voor verenigingen. Ja, wel een signaal ontvangen, dat kan. Maar dan, wat moet er dan gebeuren? En zoals in ieder weet, de besturen van verenigingen, besturen zijn al druk, teambegeleiders zijn druk, jeugdbegeleiders zijn druk, maar zijn die ook daarvoor opgeleid? En dit om problemen te voorkomen. Dan zou ik ook graag aan de wethouder willen vragen of hierover al contacten zijn geweest met de verenigingen, bestuur of wat dan ook. Ik heb het ook in de commissievergadering gezegd. De participatieraad heeft aandacht gevraagd voor inwoners. Niet goed geletterden, de ZZP'ers, de jongeren en ik heb ook gezegd de agrariërs. Maar wat ik graag naar voren zou willen brengen is dat we eigenlijk out of the box gaan kijken. Vaak denk je, hier moeten we naar kijken en aan denken, maar er is waarschijnlijk nog veel meer. En je hoeft vaak eigenlijk maar heel dicht om je heen te kijken en je ziet het al, je voelt het al. Maar pak het dan ook op. Tot slot, ik heb de zinsnee een paar keer opnieuw gelezen en toen dacht ik, dit is een utopie. En de zinsnede luidt, we zijn pas tevreden als niemand meer wordt uitgesloten van sociale, culturele en educatieve activiteiten. Het is een mooi iets, maar laten we opletten dat we dus niet te veel valse verwachtingen scheppen. Voorzitter, voor wat betreft dit beleidsplan zijn we het mee eens. Maar we wensen een ieder die hiermee aan de slag gaat heel veel succes met de uitvoering, want er zal nog veel op ons afkomen. Dank u wel. Goed zo, wie volgt? Ja, meneer Moerman. Het doet het. Voorzitter, dank u wel. Een utopie, niemand uitsluit. Nee, wat de Partij van de Arbeid betreft niet. Dan gaat het wel om een aantal hoofdstukken. En de eerste hoofdstuk is, wat ons betreft, solidariteit. Voorzitter, het beleidsplan Samen tegen Armoede. Met een aandacht gekoppelde beslispunten kunnen rekenen op onze instemming. Bedankt ook aan het feit dat het stuk heel geschreven is in een duidelijk en helder taalgebruik. Dankzij de inbreng die de Stichting Ommen Samen Sterk hieraan heeft geleverd. Voorzitter, onder punt 1 staat een eenvoudig en benaderbaar aanspreekpunt voor elke inwoner. Daar zouden wij aan toe willen voegen dat het ten alle tijde mogelijk moet zijn voor die inwoner die een aanvraag doet voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand, dat hij of zij hiervoor in het gemeentehuis in Ommen terecht kan. Het kan niet zo zijn dat de aanvraag gedurende het proces wordt doorverwezen naar het gemeentehuis in Hardenberg. Voorzitter, wat willen wij bereiken? Preventie, laagdrempelige dienstverlening, helemaal mee eens. Voorzitter, wat dat betreft het curatief beleid, daar staat een mooi stukje, en daar kan nog wel een tandje bij als het aan de Partij van de Arbeid ligt.
Het gaat om financiële tegemoetkomingen op hulp bij financieel herstel. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de individuele inkomenstoeslag. Over het pleidooi, over de participatieraad is al genoeg gezegd. En het pleidooi voor maatwerk onderschrijven we dan ook volledig. Voorzitter, in het beleidsplan zelf wordt in hoofdstuk 2 bij de conclusies gesproken over een inkomenseffectrapportage. Eigenlijk zouden wij daar graag daarnaast een soort sociaal effectrapportage erbij willen hebben. Het gaat immers om veel meer dan geld alleen. Voorzitter, dat was de eerste termijn. Dank u wel. Dus ik kijk even naar de fractie van meneer Bongers. Die gaat het doen. Jij probeert maar op het podium. Dank u wel, voorzitter. Ik spreek wel namens de fractie LPO. Ja, u kunt ons eerste termijn lezen als een stemverklaring. Want nou ja, we kunnen ons prima vinden in de beleidsuitgangspunten en de aanpak. Is ook uitvoerig verschillende malen besproken. We zijn blij met dat we Ommen armoedevrij willen hebben. We zijn blij met de aandacht dat we kinderen voorop, bij ons voorop blijven staan. We zijn blij met de participatie van de participatieraad. Ook met het convenant met Samen Sterk. Maar wij zijn wel, en dat werd al eerder aangehaald door een aantal sprekers, heel erg benieuwd naar de resultaten. Want uiteindelijk kunnen we mooie beleidsnotities maken, mooie brochures, mooie voornemens, utopische voornemens. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. En daar moeten we met z'n allen aan werken. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, voor de ChristenUnie. Meneer Masman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wel, in de commissie van 2 weken geleden is het armoedebeleidsplan Samen tegen Armoede uitgebreid aan orde geweest. De fractie van de ChristenUnie heeft daar flink aan meegedaan, omdat we heel veel waarde hechten aan dit beleidsplan en ook dat we dat goed bespreken. Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat de waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, status, afkomst of leeftijd. Al het leven verdient om tot ontplooiing te komen en iedereen moet in de Ommen-samenleving kunnen meedoen. En indien dat niet lukt, dan willen we daarin graag ondersteunen. We hebben in de commissie daarom ook vooraf vele vragen gesteld en die zijn afdoende beantwoord. En een aantal vragen bleven over, maar in de brief van eergisteren kwamen ook daar antwoorden op. Toch een aantal puntjes. Mobility mentoring, daar hebben we hem weer. Daar zijn wat ons betreft de onduidelijkheden uit de lucht. Het beleidsplan lijkt er redelijk zwaar op in te zetten. Maar wij constateren dat we vooralsnog slechts praten over een relatief kleine pilot. Er wordt ook maar incidenteel €5.000 ingezet. Maar we gaan wel alle instrumenten inzetten. En dan waarschijnlijk is dienstverlening er één. Maar belonen is wel degelijk een ander instrument en die wordt ook ingezet. We laten ons inderdaad graag medio 2018 bijpraten over dat gehele mobility mentoring. En dan ook kijken hoe het verlopen is en ook kunnen praten, dat we kunnen praten over een eventueel vervolg. En of dat dan in de klankbord moet of op welke manier dan ook, dat maakt ons niet uit. De voedselbank geeft aan zich met €3.700 te kunnen bedruipen. Maar indien nodig springen wij bij tot een maximum van €10.800 als dat nodig zou blijken. Nou, wij zeggen dan laten we hopen van niet. Want laten we eerlijk zijn, een voedselbank is en blijft een fout verschijnsel in een rijk land als Nederland. De uitleg over de financiën in de brief leverde ons veel duidelijkheid op. We kregen in ieder geval weer het gevoel dat we weer appels met appels aan het vergelijken waren. Zeker als het gaat om de bijzondere bijstand. Betekent wel dat er onderliggend geschoven wordt met budgetten en toekenning van kosten. Dat maakt het voor ons dan wel weer wat moeilijker om het een en ander te volgen. De vraag die we dan ook hebben is of er dan ooit wel sprake kan zijn van een goede inschatting of we nu wel of geen middelen gaan overhouden. Middelen die we misschien kunnen gaan inzetten voor een vervolg, bijvoorbeeld op het mobility mentoring. Ten slotte, meneer de voorzitter, in onze voorbereiding op de behandeling van dit punt lazen wij dat in 2018 het mogelijk is om gratis mee te doen aan de DIVOSA benchmark armoede en schulden. De resultaten van ons armoede- en schuldenbeleid worden dan gemeten en vergeleken met andere gemeenten en mogelijke verbeteracties kunnen dan worden ingezet. De deelname wordt betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Is de wethouder bekend met deze mogelijkheid en zou dit iets kunnen zijn voor Ommen? Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. Dat was de eerste been van de raad. Dan gaat het woord naar het college. Wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst natuurlijk dank aan al diegenen die complimenten hebben uitgesproken over het plan. Ik geef ze heel graag door aan de ambtenaren die bij betrokken zijn geweest, maar natuurlijk ook de ervaringsdeskundigen en de externen die inderdaad daar veel werk in gestoken hebben. Laat ik de punten van de fractie even puntsgewijs nalopen. Allereerst mevrouw Makkinga. Wees erop dat ook in de uitvoering natuurlijk de ervaringsdeskundigen moeten vasthouden. Uiteraard, dat hebben we daadwerkelijk afgesproken. We hebben ook een goed instrument voor, want we hebben niet voor niks het convenant met de uitvoeringspartners. En daar hebben we ook afspraken over. Mobility mentoring, daar moeten we een andere woord voor zien te vinden. M&M's, ik vind het eigenlijk nog best wel aardig. En als we daar dan maatwerk ook nog bij doen, dan hebben we MMM, hè, dus hebben we helemaal een mooie alliteratie. Maar goed, meer serieus, het verhaal, en dat heeft u goed begrepen, is ten diepste een stijl van dienstverlening. Ja, en daar is inderdaad veel te doen. En u zegt terecht, dat is zeg maar breed. Hè. En daar ben ik ook zo blij dat het trainingsprogramma niet alleen op de ambtenaren is, maar ook juist de belendende organisaties. Dus dat we één aanpak hebben waarbij het respect en de bejegening centraal staat. Ik denk wel dat er ook nog wel wat te doen is in de termen van instrumenten. Maar u heeft de spijker op zijn kop dat de bejegening centraal dient te staan. Ja, over de indicatoren en de resultaten moeten we het nog hebben. Is best lastig, hè? Hebben we ook de vorige keer over gehad. Dus laten we daar gewoon werkendeweg het steeds scherper in maken. Dan vroeg je of er medio 2018 een presentatie kan komen. Dat vind ik een heel leuk idee. En misschien is het dan ook een keer zaak dat we bijvoorbeeld de partners van het convenant eens uitnodigen. Bijvoorbeeld in een klankbordgroep. Om eens even de tussenresultaten te doen. Dus ik zal ze zeker daarvoor uitnodigen. En dan in overleg met de G4 even de goede datum zien te pakken. Ja, dan uw opmerking over het meedoenfonds. De tribune, denk zijn, mee. Wethouders zijn een schijnbeweging in de raad? Tribune, dat is ernstiger. Vervolg u me toch? Ja, nee, ik begreep het geluid vanuit de tribune als een onderbouwing en een steunzetting. Dus dat vind ik allemaal goed. Het meedoenfonds, ja, daar is ook door een andere fractie naar gewezen. Ik denk dat we het meedoenfonds maar eens moeten gaan monitoren op de effecten. Ook al omdat we natuurlijk het komende jaar een beetje een bijzonder jaar hebben. Nu we met zeg maar de kleinsmaagelden ook een speciale pot hebben voor kinderen. En dan is het misschien wel zaak om eens eventjes die twee naast elkaar te leggen. En zeggen van, hey, waar gaat het nu echt naartoe? Dus ik denk dat het iets te vroeg is om nu te zeggen van, goh, we gaan nu het meedoenfonds ombouwen. Hè, maar daar zitten criteria achter en dan moet je het komende jaar natuurlijk nog mee aan de slag. Maar ik denk dat het wel goed is om die twee eens bij elkaar te leggen en te zeggen, oké, zijn daar aanpassingen in denkbaar? Pas ook een beetje denk bij de opmerking van de heer Mors, die zegt van, ja, goh, we willen graag op de hoogte gehouden worden, maar ook waar dat nodig is, tussentijds bijstelling. Ik kan me zo voorstellen dat dit er zo eentje gaat worden. Ja, stille armoede hebben we het ook over gehad. U heeft natuurlijk gelijk dat het niet alleen de agrariërs betreft. Ik ben overigens wel heel blij met de LTO-initiatieven daarbij, hè, want die hebben toch een lagere drempel dan wij. Maar ja, dat natuurlijk betreft het ook de ZZP'ers. En u heeft natuurlijk voorkomen gelijk dat we daar meerdere kenbronnen hebben. Hè. De Veste is inderdaad wat dat betreft een kans. En die is ook betrokken in het convenant, dus er zijn korte lijntjes. Dan de heer Middelkamp. Ja, heeft de spijker op zijn kop dat we maatwerk moeten betrachten. En u heeft ook het grootste probleem, namelijk de armoedeval, scherp zeg maar neergezet. Dat is een zeer taai probleem. Twee jaar geleden en ook een jaar geleden heb ik daar ook persoonlijk met de toenmalige staatssecretaris over gesproken, mevrouw Kleinsma. Met het verhaal van, goh, wij hebben bijstandsrechten die best wel willen werken en die zijn financieel gek, want die gaan er hartstikke op achteruit. En toen zei zij van, ja, maar de wetgever maakt het voor mij onmogelijk om beloningsmechanismen toe te laten, hè, van mensen die bijstandsgerechtig zijn, die gaan werken om bijvoorbeeld met behulp van bijstand enzovoorts. Nou, we kunnen wel op de rand van de wet dingen doen. En dat is in feite ook wat u zeg maar vraagt. Hè. Gaan we ook doen hoor. En dat doen we in feite al. De eerste die je zeg maar kan doen is zoveel als mogelijk regelingen mogelijk maken tot 130% van het minimuminkomen. Van de basis. Daarmee maak je al, zeg maar, maak je het probleem al iets minder.
De tweede is natuurlijk dat je zeg maar ook bij werk afspraken kunt maken over van goh, wat voor type werk is het. Kijk, het hoeft niet allemaal al direct betaald werk te zijn. Het kunnen werkervaringsplaatsen zijn. Dan kun je andere beloningsmechanismen op loslaten. Nou, dat soort dingen die doen we al. Maar de structurele dingen, daar moeten we op blijven op hameren. En Kleinsma heeft in de tijd tegen mij gezegd van wij gaan ermee aan de slag. Er komt een algemene maatregel van bestuur die zeg maar op dat punt ruimte gaat bieden. Die moet nog naar de Raad van State. Dus pas in 2018 horen wij of daar ruimte komt. Dus je heeft een heel terecht probleem. Het is een taai probleem genoemd. We hopen dat die landelijke regelgeving verlicht. En daar gaan we natuurlijk mee aan de slag. Nou, ook u vroeg zeg maar het punt van de mededoenfonds. En juist ook die link naar het kinderen. Dus ik denk dat dit het item is. Meerdere fracties hebben erom gevraagd om daar aandacht op te vragen. En het punt van de recreatieve participatie. Ik denk dat ik dat direct eens bij de convenantpartners ga neerleggen. Van hoe kijken jullie daar nou tegenaan? En ik denk dat u daar wel een punt heeft. Dit is eindelijk iets luchtigs, iets aardigs voor kinderen. En dat zou wel eens een hele mooie impuls kunnen zijn. Dan de piek. Ja, u heeft natuurlijk volkomen gelijk. Dat is zwak onderbouwd. Sterker nog, het is niet onderbouwd. Mijn enige punt is, van ja, we gaan het nog onderbouwen, want we willen even de ervaringsgegevens doen. We hebben nu de zaken uitgezet. We hopen dus de komende maanden te weten van hey, hoeveel mensen betreft het dan. Dan hebben we pas echt zicht op de getallen. En ik zeg u graag toe om dan zeg maar de definitieve gegevens u er toe te komen. En dan kunnen we ook meerjarig kijken van wat moeten we ermee doen. Dan de heer Mors. Ja, u pleit voor maatwerk, hè, vooral naar grensgevallen. Nou, u snapt al wel dat we graag die grenzen opzoeken. En u heeft ook terecht aangegeven van dat we het beleid niet in beton willen gieten. Het valt mij op, niet alleen uw enorme betrokkenheid bij dit onderwerp, maar ook dat maatschappelijk er heel vaak en vaak over gesproken wordt. En dan zijn er sommige mensen die zeggen, joh, geef maar even rust, leg het beleid vast en laat het een paar jaren. Nou, dit is nou typisch een onderwerp waar je gewoon elk jaar even de vinger bij de pols moet houden. Daarvoor is het probleem te indringend en is de beweging zijn de bewegingen te fors. En juist omdat het direct om de mogelijkheden van mensen gaat, kunnen we daar niet vaak genoeg over praten wat mij betreft. En dus de toezegging dat we in de klankbordgroep graag daarover gaan praten en waar nodig gaan bijsturen. Mevrouw Sunselaar, ja, u heeft ook al aangegeven van dat het een taai probleem is. Ja, natuurlijk hebben we hoge ambities en die houden we ook. Maar ik denk wel dat we een onderscheid moeten maken tussen onze stip op de horizon, en die houden we wel vast, en de concrete maatregelen waar u ons, het college, op kunt afregelen. En de mobility mentoring is er zo één. Daar zijn concrete acties weggezet. Nou, en over een half jaar moeten we wel kunnen laten zien, hey, wat hebben we nou bereikt? Natuurlijk. Dus op deelonderwerpen laten we dat gewoon zien. En we gaan over de indicatoren nog met u over praten. Maar die ambitie die blijft staan, hoor. Die blijft echt staan. Wij gaan daarvoor. Het verenigingsleven. Ja, hoe zit dat? Nou ja, kijk, allereerst, natuurlijk hebben die een rol als het gaat om signaleren. En gelukkig zijn er lijnen in om en zo kort dat men elkaar goed weet te vinden. Dat helpt al. En dan is het wel zaak dat dan de professionals aan de slag gaan. Hè? Met andere woorden, je moet dan het verenigingsleven ontzorgen. Die bestuurders moeten daar niet zelf mee aan de bak moeten gaan. Er is overigens wel één uitzondering. En dat laat ook al zien dat die contacten ook hecht zijn. Dat is het Jeugdsportfonds. Want dat gaat juist via het verenigingsleven. Dus daarmee heb je ook de verbinding met de praktijk. Daarmee heb je ook mensen die geïnvolveerd zijn, die gewoon mee aan de slag willen gaan. En ook weten wat er van is, hoe dat in de praktijk werkt. De heer Moerman. U heeft de ambitie in feite, waar het mogelijk is, zelfs nog een tandje hoger gezet. Hè? Bijvoorbeeld op het curatieve. Nou, waar het financieel mogelijk is, hebben we al het nodige gedaan. We hebben het minimabeleid de afgelopen jaren natuurlijk best een stevige impuls gegeven. En uw vraag naar niet alleen een inkomenseffectrapportage, maar juist ook meer sociale rapportage. Daarmee raakt u natuurlijk wel de kern van waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat erom dat niemand, zeg maar, in Ommen, de heer Marsman zei dat ook, niemand in Ommen moet worden uitgesloten. Hè. Iedereen, ongeacht, moet kunnen meedoen. Maar hoe maken we dat nou zichtbaar? Dat is wel heel ingewikkeld, hoor, om dat in kaart te krijgen. Wij zijn bezig, hè, met de sociale monitor. Dit is wel een item waar we mee aan werken. Maar we zijn erg afhankelijk natuurlijk van de informatie die de maatschappelijke organisaties ons daarin willen aanreiken.
Ik denk dat we daar wel steeds verder in komen, maar een totaal overzicht zal wel een lastig punt worden. Dat zeg ik u wel in alle eerlijkheid. De heer Bongers zei het ook al, van, het is prima om een hoge ambitie te hebben, maar het gaat om de resultaten. En dus moet u die kleine concrete zaken ook benoemen, hè, zodat inderdaad ook daar het college op kan worden afgerekend. De mobility mentoring is daar één van. De heer Marsman wees er terecht op dat mobility mentoring qua geld een kleine pilot is, dat is zo. Maar ik stel wel vast dat alle organisaties meedoen in de trainingsprogramma's, et cetera. Dus het is wel zwaarder dan alleen maar die beloningsprikkels voor 5000 euro's die er zijn. En wat mevrouw Makka terecht zei, van de bejegening, dat is het punt wat erachter zit. Hè. En als we daar de organisaties de goede stand te krijgen, dat zou toch wel fantastisch zijn. Ja, die bijzondere bijstand. Nou, ik ben blij met het feit dat u helderheid gekregen heeft en dat zelfs onderstreept heeft. Ik wil er nog wel eens bij zeggen van, het is geen interne schuif geweest. Het is eigenlijk een opstelling geweest in de tussenrapportage die weinig precies was. En dat heeft de verwarring veroorzaakt. Heel begrijpelijk dat u daar heel veel vragen over had. Hè, maar het is dus niet zo dat er sprake is van een tussentijdse schuif in de budget. Dat is niet aan de orde. En dan uw suggestie van die VOSA. Ja, ik had het ook onlangs gehoord. En het is ook nog een gratis benchmark. Dus ik vind het een hele goede suggestie. Ik neem hem graag over. Tot zover, voorzitter. Is er behoefte aan een tweede termijn van de raad? Ik geloof het eigenlijk niet. Dan is alles gezegd en dan is het goed gezegd. Dat is mooi. Dan sluit ik de beraadslaging. Gaan we over tot besluitvorming over dit stuk. Is er behoefte aan stemming over dit stuk? Van uw kant. Goed, zijn er stemverklaringen? Ja, meneer Moeren. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, met de toezeggingen van de wethouder kunnen wij leven. We zullen dat ook kritisch blijven volgen naar de toekomst toe. Maar door die toezeggingen zal onze fractie instemmen met het voorstel. Dank u. Nog andere met stemverklaringen? Dan hebben we de ronde gehad. Dan is daarmee het stuk aanvaard. Mooi. Gaan we naar agenda punt 11. Het normenkader 2017 ten behoeve van de accountantscontrole 2017. Meneer De Vries, Robles wil daar het woord over. Zijn er anderen? U bent voorlopig de enige. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Het gaat in één keer goed. Dit is eigenlijk een beetje een jaarlijks ritueel, want we horen de accountant natuurlijk opdrachten geven. Dus dat is niet de reden dat ik hier sta, want volgens mij is het bedrag niet veranderd en is ook de tolerantiegrens niet veranderd. Maar er zit een passage in die mij bevreemdt en daar wil ik graag een opmerking over maken. En dat is, kijk, normaal gesproken stellen wij verordeningen vast. Binnen die verordeningen geven wij aan wie binnen welke grenzen recht heeft op wat hij aan kan vragen en wat de gemeente dan moet toezeggen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan iemand die een bijstandsuitkering aanvraagt. En normaal staan in die verordeningen ook volgens mij termijnen waarbinnen de gemeente geacht wordt een besluit te nemen. En nou is het bijzondere van deze verordening dat eigenlijk de controle op die termijn uitgesloten wordt. Want er staat duidelijk in dat er dus een normenkader wordt vastgesteld. En dat de voorwaardencriterium tot het vaststellen van of er rechtmatig dan wel goed gebruik van gemaakt is, wordt slechts gekeken naar, zal maar zeggen, of iemand recht had op die uitkering. En of het bedrag in overeenstemming is met wat in die uitkering, of laten we zeggen, in die regeling gemeld is. Maar wij kennen ook verordeningen waar gewoon termijnen in genoemd zijn. En vaak is het zo dat burgers zich aan termijnen moeten houden, maar de gemeente ook. En die termijnen, daar wordt geen enkele controle meer op toegepast, want er staat het niet naleven van deze bepalingen geen consequenties ten aanzien van het rechtmatigheidsoordeel kan worden voorkomen. Dus de vraag is van, ja, wanneer wordt dan eigenlijk wel vastgesteld of de gemeente zich aan haar eigen termijnen houdt? Want als burgers zich niet aan termijnen houden, zijn de consequenties vaak groot. En nog anderen voor de eerste termijn zie ik niet. Dan kan de wethouder snel antwoorden, lijkt mij. Meneer Schelen. Ja, een snel antwoord. Niet quick and dirty. Het punt van de termijn. Het is wie kijkt naar wat. Je kunt, als je wil, de accountant de opdracht geven om naar die termijnen te kijken. Dat is niet het voorstel. Dat is nooit het voorstel geweest. Om de simpele reden dat de accountant een beetje dure man is.
en dit onderzoek wel een beetje veel geld kost. Maar u heeft wel een punt, termijnen, daar moet je wel op letten. Nou, daar hebben we een aantal controlemechanismes op. De eerste is de burger zelf. Wij krijgen heus wel eens een brief van een burger dat ze helaas moeten vaststellen dat er geen of te laat een antwoord is gegeven. En reken u maar op dat dit in het college, als dat wordt ontvangen, ook wel leidt tot een reactie richting de organisatie. Dat is één. Twee, er zijn natuurlijk ook organisaties die daarop letten, die bijvoorbeeld cliëntondersteuning doen. En ook daar wordt op gewezen. En ik denk dat juist ook vanuit de landelijke regelgeving een aantal mechanismen zijn. Zo zijn er een aantal bepalingen dat als de overheid niet op tijd reageert, de burger zonder meer zijn recht heeft verworven. Er zijn een aantal juridische regelingen waar dat geldt. Dat geldt niet voor de bijstand, zoals u noemde trouwens, maar er zijn wel andere regelingen. Dus in andere woorden, er zijn een aantal mechanismen die op dat punt een controle bieden. Het is misschien niet helemaal 100% waterdicht. Aan de andere kant, de vraag is of je dat dan aan een dure accountant moet vragen. Ons voorstel is, doe dat niet. Meneer De Vries, Robles, kan dit zo? Ik denk dat de wethouder een goed punt heeft om op te merken dat een accountant misschien niet de geëigende persoon is om langdurig onderzoek te doen naar of gemeenten wel of niet termijnen handhaven. Maar de vraag die ik hier dan wel aan zou willen verbinden is, kan de wethouder toezeggen dat wij een rapportage kunnen krijgen over in die gevallen, zal maar zeggen, waar de gemeente de termijn niet heeft kunnen houden. Want volgens mij geeft u aan dat over het algemeen burgers daar wel op reageren. Nou, dan zijn die zaken volgens mij bij het klantcontactcentrum meer dan bekend. Zijn er nog anderen voor een tweede termijn? Niet, dan kan de wethouder antwoorden. We lopen 36,5 minuut voor op het snelste tijdschema. Dus... Voorzitter, ik begrijp dat dit een uitnodiging is voor een breed exposé over. De wethouder. Nou, kijk, meneer De Vries-Robles, kijk, dit, het punt van die termijnen, dat is een van de elementen in waar staat je gemeente. Dat wordt dus ook inderdaad getoetst. En ik denk dat het goed is om dit item eens even precies uit dat vergelijkend onderzoek te halen. Van hoe scoort Omme en de bestuursdienst op dat punt? En zijn er onderdelen waar wij misschien wat actie op doen? Dus laten we er zomaar eens naar kijken. We hebben een regulier proces. Hebben we ook mooie landelijke data voor. Kun je goed vergelijken. En dat geeft misschien u dan ook wat comfort om te denken van ja, het gaat toch wel goed in Omme. Goed, dus daarvoor deze termijn af te ronden gaan we ook naar de besluitvorming. Wenst iemand stemming over dit voorstel? Niemand wenst stemming, dan is het unaniem aangenomen. In dank. Agenda 12. De belastingverordeningen 2018. Dat is feitelijk techniek na de begrotingsvaststelling. Wil iemand daarover het woord? Ja, meneer Middelkamp. Anderen? Niet. U hebt het woord. Makelaar ook, ja. Ja. Voorzitter, helaas is onze inbreng een beetje technisch van aard, maar dat komt ook omdat we geen commissievergadering hebben gehad waarin we dit met elkaar technisch hadden kunnen delen, of inhoudelijk. Het punt gaat over het onderdeel van de verordeningen afvalstoffenheffing. En dit onderwerp is tijdens de begroting, voorzitter, door onze fractie aangestipt als een onderwerp waarbij we in de tweede bestuursrapportage hebben moeten vaststellen dat enerzijds het aanbieden van restafval in de ondergrondse containers heel erg goed is gegaan. We hebben veel minder dan begroot aangeboden. Maar de kosten die het minder afval ophalen betreft door Rova, die zijn niet gewijzigd of niet navenant meegewijzigd. Waardoor er per saldo, en ik ga er even wat dieper op in om vervolgens iedereen weer even te laten snappen van waar het over gaat en waarom dit zo belangrijk is. Of dat nadeel van 90.000 euro, hoe dat in elkaar steekt en wat we daaraan zouden kunnen doen met elkaar. Voorzitter, de portefeuillehouder heeft op dat moment aangegeven de kennis niet op dat moment acuut paraat te hebben en heeft aangeboden om nadien ons schriftelijk daarover te informeren. Nu liggen de verordeningen voor met de tariefstelling en voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft die beantwoording door de portefeuillehouder niet plaatsgevonden.
En zijn er nog steeds een aantal vragen wat ons betreft valide in de trant van, heeft dit nou consequenties voor de tariefstelling? Is het een structurele afname die we moeten inboeken? Moeten we beter gaan onderhandelen met Rova, hè, zodat we dat de komende jaren niet weer opnieuw negatief moeten boeken? Zit er voldoende ruimte in de afvalstoffenheffingenreserve om die kosten daaruit te dekken? Want het bedrag van 90.000 euro zou ten laste gebracht worden van die reserve. En dat is nou juist zo jammer, want het is veel leuker als er meer dan 100.000 euro in de afvalstoffenheffingenreserve zit. Dat we dat kunnen terugstorten naar de inwoners, dan dat we dat moeten afplussen of afminnen richting Rova. En dit zou... Of het heeft consequenties op de tariefstelling, eigenlijk weten we het niet. Maar het punt ligt er wel en we zouden graag goed onderbouwd willen horen wat er met dit bedrag aan de hand is en hoe we daarnaar moeten kijken. Dus alsnog het antwoord van de wethouder om te snappen hoe het zit. En mocht dat consequenties hebben, voorzitter, dan zou het kunnen dat er medestanders in de raad zijn die vinden dat we dit eerst precies moeten snappen voordat we deze tariefstelling zouden kunnen vaststellen. En dat zou kunnen betekenen dat we misschien de behandeling een korte periode zouden moeten uitstellen, totdat het wel duidelijk is. Voorzitter, dat was het. Dank u. Goed, er wordt druk uitgezocht en opgezocht. Mevrouw Bakelaar, als u zover bent, mag u spreken vanaf het podium. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook dit agendapunt is een terugkerend jaarlijks ritueel. Met een duidelijke onderlegger, want we hebben een meerjarig belastingplan. Het CDA had het prettig gevonden als dit plan ook als onderlegger aan deze stukken was toegevoegd. Dat geeft namelijk ook weer waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het CDA heeft één vraag in het verlengde van de verordening van de onroerend zakenbelasting, de OZB. En die heeft ook te maken met onze buren Hardenberg. Want landelijk is er een ander waarderingssysteem al een aantal jaren terug voor maatschappelijke panden ingevoerd. En in de gemeente Hardenberg is er nu een en ander uitgezocht en ook nu besloten in de raad. Om te kijken of dat wij ook een deel terug kunnen geven daar waar het gaat om vrijwilligersorganisaties die maatschappelijke panden in bezit hebben. Is er een dergelijke inventarisatie ook te doen voor Omme? Zou onze vraag zijn. Het is een beetje in het verlengde. Hij heeft... excuus voorzitter, niet direct iets te maken met de verordening, maar wel iets waarvan ik denk, hey, is het iets wat we in ieder geval kunnen onderzoeken, om dat wellicht ook mee te kunnen nemen in de kadernota. En dat was onze inbreng. Dank u wel. Oké, dank u wel. Zijn er verder geen inbrengen meer vanuit de raad? Dan kan wethouder Schelen namens het college het goede antwoord geven. Veel succes. Dank voorzitter. Ik begrijp dat het deze keer niet snel hoeft. Allereerst de afvalstoffenheffing. Ja, eigenlijk is het verhaal heel simpel. Zeg maar elk jaar. Kijk, de afvalstoffen is deels natuurlijk afhankelijk van de getallen die je ophaalt. Dus je gaat een raming maken. En als de raming niet helemaal klopt, dan ga je hem corrigeren. Heeft het nou direct invloed op het tarief? Nee. Zou er een andere inschatting zijn geweest waar je ook financieel als het ware je vertaling voor moet hebben? Daarvoor hebben we een egalisatiereserve. Past dit bedrag erin? Ja. Dus op zichzelf genomen, vanuit de techniek zijn er geen veranderingen en zijn er geen risico's. Als er sprake is van een feitelijk tekort of een feitelijke overschot, want dat zou kunnen. En dat zie je dat door uitstekend gedrag van de Ommer samenleving er beter zeg maar, gescheiden wordt ingevallen. Dan heeft dat uiteraard wel invloed. En dat zien we ook. We hebben het afgelopen jaar ook diverse keren geld terug kunnen geven aan de burger. In het geval er sprake was van een uitstekende gescheiden invalsamenleving. Dus dat gebeurt ook zo. Dus dat moet je even uit elkaar zien te houden. Dan mevrouw Bakelaar. Ja, heeft volkomen gelijk. Het meerjarenplan is nog steeds de basis voor een en ander. Ja, we veronderstelden dat zo bekend, hè, dat we daar onszelf papier hebben bespaard en dus deze keer maar niet zeg maar, hebben genoemd. Dan uw suggestie, vind ik een hele interessante. Het is wel ingewikkeld, hè, want je gaat in feite variëren in het tarief van OZB niet woningen. Maar het kan natuurlijk een politieke wens zijn om maatschappelijke organisaties daarin te, ja, toch iets positiefs te beantwoorden. Laten we dit van maken. Ik heb eerlijk gezegd geen precies beeld van hoeveel
instanties dat allemaal betreft. Want het zijn natuurlijk ook allemaal verschillende objecten. Hè? Dus het is nog een beetje een ingewikkeld verhaal, vrees ik. Dus dat is niet zomaar eventjes gedaan. Ik ben wel bereid om zeg maar na te lopen of we een inventarisatie kunnen maken. En dat we dan rondom de kadernota de gevolgen even in kaart brengen. Dan kunt u plus min bezien van wat is stonds waard of niet. Laten we het zomaar doen. Is er behoefte voor een tweede termijn? Ja. In Middelkamp. Ik heb het woord. Voorzitter, dank u wel nog even. Het is inderdaad waar dat de Ommenaar heel goed of heel veel beter het afval is gaan scheiden. Met als gevolg dat er veel minder aanbiedingen zijn geweest. Maar wat je over afgelopen jaar zou mogen verwachten daarbij is dat er dus ook veel minder kosten zijn voor het ophalen daarvan. En de relatie tussen enerzijds beter scheiden, minder aanbiedingen en anderzijds de kosten van ROFA, die lijkt volgens de rapportage in de tweede BRAP, lijkt een beetje zoek, voorzitter. En als dat een structureel karakter heeft en de Ommenaar zou nog beter gaan scheiden en de kosten van ROFA stijgen niet navenant, dan doen we dus een paar jaar achtereen een beroep op de egalisatiereserve, zoals u aangaf. Daar moet dan voldoende ruimte zitten, maar dan bereiken we op een gegeven moment het punt dat de reserve op is en dan zal het tarief omhoog moeten. Dus hoe zit nou precies die relatie tussen beiden en wat kunnen we eraan doen om te zorgen dat die tariefsverhoging niet hoeft plaats te vinden? De wethouder. Ja, nou de heer Middelkamp heeft natuurlijk wel gelijk dat we goed moeten monitoren van of het leidt tot een verminderde inzet van de ROFA. En die nou, dan moeten wij natuurlijk een lager tarief hebben. Het is natuurlijk wel zo dat we een meerjarencontract met de ROFA hebben. We houden het natuurlijk wel goed in de gaten. En reken er maar op dat zeg maar, als deze tendens zich voortzet, en daar hebben we goed op hoop op, dat zeg maar, in het volgende gesprek wij dat ook met de ROFA zullen uitonderhandelen. U suggereerde dat al. Goede suggestie en die zullen we zeker meenemen. Oké, verder geen aanleiding meer, verder reacties. Dan sluit ik deze beraadslaging. Gaan we over tot besluitvorming. Is er iemand of een fractie die hierover stemming wenst? Stemverklaringen? Dan moet ik concluderen dat de raad hiermee unaniem akkoord is. Dank u wel. Agenda 12 hebben we net gehad. 13, de tarieven voor de gemeentelijke accommodatie. Je hebt dat boekwerk gelezen. Is er behoefte aan een eerste termijn? Meneer Dunnewind, begint u maar. Dank u wel, voorzitter. Even heel kort. Vorig jaar november stonden we hier ook met deze verordening. Toen is door de heer Katerberg aangegeven dat de kleedaccommodaties van de verenigingen, dat het eigenlijk geen gemeentelijke accommodaties zijn. Toen is aangegeven dat het eruit zou gehaald zou worden. Wat maakt er nu dat het er toch weer in staat? Dat is een concrete vraag, voorzitter. Zijn er nog aanvullende vragen in die richting? Zijn er niet? Dan is het woord aan de wethouder, meneer Schelen. Dank u wel. Ja, de heer Dunnewind heeft volkomen gelijk. Dat is omissie onzijds. Excuus daarvoor, dat hadden we even moeten melden. We hebben nadien hebben we even met de sportverenigingen zelf zeg maar contact opgenomen. En die vinden het eigenlijk een hele mooie regeling. Want dan kun je één pakket aanbieden. Dus wat gebeurt er in de praktijk? Dat je dus een sportgebouw en een veld gelijktijdig aanbiedt. En dat je dan dat als gemeente allemaal administratief afhandelt en dan de revenue voor het gebouw teruggeeft aan de sportverenigingen. En die vonden dat een prima regeling. Dat is het gedoe bij de gemeente, het geld voor hen. Ja, ik kan me voorstellen dat ze daar blij mee zijn. Dat had u even moeten melden. Oké, ik zie instemmende knikken. Is er dus geen behoefte aan een tweede termijn? Dan sluit ik de beraadslijn. Gaan we over tot besluitvorming. Wenst iemand hier stemming over? Stemverklaringen? Zo niet, dan concludeer ik dat de raad unaniem akkoord is. Dank u wel. Dan gaan we naar het laatste agendapunt. De geactualiseerde financiële verordeningen en de financiële nota's. Meneer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ja, de geactualiseerde financiële verordeningen. Op zich hebben wij met de actualisatie van de verschillende verordeningen en methodieken geen enkel probleem. We kunnen ons daar in principe goed in vinden. Echter, als we kijken naar de uitkomst van die verordeningen, dan ga ik specifiek naar toch wel de afschrijvingstermijnen, dan zitten er nog wel wat consequenties aan deze situatie. En dan roep ik eventjes in herinnering
na de begrotingsbehandeling die we hebben gehad op 9 november, als ik me niet vergis. Daarin was het resultaat, onderaan de streep, nou even niet liegen, min 427.000 euro. Maar als gevolg, tenminste zo lezen wij het, als gevolg van deze actualisatie zitten we nu op een verlies van ruim 918.000 euro. En dat nog geen week later. Is het niet een vreemde volgorde dat je eerst een begroting behandelt en goedkeurt en vervolgens fietsen we er nog eventjes een verordening achterna en met een resultante ervan min een half miljoen extra? Had dat niet een week eerder geboeten, zodat we een integraal financieel overzicht hadden gehad en daar ook naar hadden kunnen handelen? Dus per saldo is de vraag van wanneer was het bij het college bekend dat die actualisatie van de verschillende verordeningen een negatief resultaat zouden hebben van ongeveer een half miljoen euro? Dan hadden we dat bij de begroting kunnen betrekken. Was dat bij de college eerder bekend, dan was het wel zo netjes geweest dat de raad dat ook daarover geïnformeerd was en eventueel gestemd had. Het resultaat wordt er inderdaad niet beter op. Het verlies voor volgend jaar is ruim 9 ton. We zien dat de reserves voor de komende 4 jaar ook met bijna een miljoen extra afnemen. Of extra een half miljoen en totaal met bijna een miljoen afnemen. Zijn deze resultaten ook bij de provincie gemeld? Want normaal gesproken gaat de begroting die goedgekeurd is door de raad naar de provincie. Maar een week later krijgen we een nieuwe begrotingssaldo. Dat was eerst termijn, voorzitter. De wethouder. Voorzitter, ja, hier kan kort zijn. Want dit is echt een misverstand. We hebben het met name over de afschrijvingstermijnen gehad die ons waren opgelegd van de zijde van het Rijk. Het ging met name om het verhaal van de schoolgebouwen. U weet wellicht dat de schoolgebouwen eertijds door het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeente. Daar hebben we een vergoeding voor gekregen en dat was op basis van een afschrijvingstermijn van 60 jaar. En vervolgens heeft hetzelfde Rijk verordoneerd en ook in de BBV onze financiële regels neergelegd dat het 40 jaar moest zijn. Dat is een behoorlijke zeperd. En de accountant heeft ons erop gewezen, dat moet je corrigeren. Dus dat was inderdaad in het voorjaar al bekend. Hebben wij netjes gemeld in de kadernota en hebben ook gewoon in de begroting verwerkt. Dus wat u nu doet is in feite zeg maar, de regels rondom een en ander gewoon autoriseren. Datgene wat u in de begroting in feite al heeft vastgesteld in cijfermatig. Dus deze verordeningen geven geen extra verhaal ten opzichte van wat u in de begroting heeft vastgesteld. Dus de cijfers die u zeg maar, heeft gekregen van de begroting, de eerste begrotingswijziging en de tweede met de BRAP, die gelden en die blijven gelden. Dat is het bedrag. Dit levert daar geen extra last op. Tot zover. Meneer Bongers, wilt u tweede termijn? Ja, dank u wel, voorzitter. Nogmaals, de verordening en de wijzigingen die daar aan de grondslag liggen, zoals de wethouder zojuist heeft uitgelegd, dat begrijpen we. Echt, mijn vraag is, waarom is dit niet in de begrotingsbehandeling meegenomen? Want nu, ik neem aan dat het saldo wat we op 16 november hebben gekregen, met een negatief resultaat van min 918.000 euro, dat dat het definitieve resultaat is voor de begroting van 2018. En als dat het definitieve resultaat is, dan had ik dat ook graag bij de behandeling van de begroting dat bedrag willen zien. En niet een bedrag van min 400.000 euro. Dus het gaat erom, waarom nemen we dat niet mee? Want dan hadden we ook met z'n allen kunnen besluiten van ja, het verlies, de begroting voor 2018 ziet er wel heel slecht uit. Misschien moeten we wel extra maatregelen nemen om te voorkomen dat we het begrotingsjaar 2018 zo slecht beginnen. Misschien hadden we wel extra moeten bezuinigen. Het is toch vreemd dat je een half miljoen extra erin fietst nadat al de behandeling heeft plaatsgevonden. Terwijl, zoals u zelf al aangeeft, de wijziging en de afschrijvingstermijnen was in het voorjaar al bekend.
voorzitter. Zijn er nog anderen die zich in het debat willen mengen? Ja, meneer Middelkamp, anderen nog? Gaat u gang, ik mag blijven zitten. Ja. Dank u wel. Voorzitter, in de eerste termijn van de LPO dacht ik van ja, dat vonden wij ook vervelend. We hebben dat ook gezien, maar is dat reden om het te bespreken? Nee, hebben wij ingeschat. Maar de beantwoording van de wethouder op de vraagstelling van de LPO gaat over iets wat inderdaad tijdens de kadernota al is verwerkt, die afschrijvingsperiode. Maar wat ik had verwacht is dat de heer Bongers van de LPO het zou hebben over de gewijzigde afschrijvingsregel zijnde dat alle bedragen onder de 10.000 euro in één keer worden afgeschreven. Ongeacht de duur. Dus als je iets koopt voor 9.000 euro, dan gaat dat niet geactiveerd worden, maar dan wordt dat meteen afgeschreven. En bedragen die inmiddels na afschrijving daaronder zijn aanbeland, daar gebeurt hetzelfde mee. Het effect daarvan, voorzitter, en dat is de vraag aan de wethouder, die zo komt, is zo uit mijn hoofd dat 620.000 euro eenmalig volgend jaar scheelt. Terwijl, en dat staat dan tegenover, dat je structureel een bedrag van rond de 90, 92, 95.000, ik hoor 92, hartelijk dank, 92.000 euro structureel voordelig oplevert. En eerlijk gezegd, resumerend, had ik verwacht dat de LPO dit punt bedoelde. Maar als dat niet het geval is, dan wil ik hem toch alsnog graag inbrengen en met u even nagaan of dit over het resultaat van 2017 wel degelijk een nieuw negatief financieel effect heeft. Voorzitter, dank u wel. Meneer Bongers, wil er nog wat aanvullen? Ja, graag voorzitter, want uiteraard hadden wij dat verschil ook geconstateerd, die 600.000, maar het is een, je kunt het niet op één terugvertalen naar de begrotingsverschillen, want het verschil is geen 600.000 euro, het verschil is iets van 500.000 euro. Dus het is een samengesteld bedrag en daarom verwacht ik van de wethouder dat hij dat uitlegt. Maar wij hadden er wel rekening mee gehouden, meneer Middelkamp. Goed, het is de hoogtijd dat de wethouder spreekt. Gaat uw gang. Ja, nou dank u wel. Ja, het zijn dus twee verschillende posten. En de heer Middelkamp heeft gelijk dat dat een ander dingetje is. Mevrouw Bakel heeft het getal al genoemd. Door de BBV ben je gedwongen om dat toe te passen. En dat hebben we ook gemeld en hebben we ook in de begrotingstukken verwerkt. Dat is dus geen extraatje. Hè? Dus de getallen die er staan, die staan er gewoon. Ja, en meneer Bongers, bij de behandeling van de begroting hadden we niet alleen de begroting, maar de eerste begrotingswijziging en de tweede begrotingswijziging hadden we gewoon voorliggen. En bij de tweede begrotingswijziging was de bestuursrapportage zeg maar voorliggend. Dus het levert geen extra informatie op en ook geen op dit moment extra bedrag wil je rekening mee houden. Dus de getallen zeg maar, die toen zeg maar, die u als raad zijn geaccordeerd, zijn nog steeds de getallen. En ja, dat is inderdaad 9 ton, incidenteel. Er staan wel een aantal structurele plussen tegenover. Hè. Laten we dat ook vooral niet vergeten. Dat hebben we keurig verwerkt. Hebben we ook rustig aan de provincie gemeld. En overigens, de provincie vindt het prima. Klaar. Oké, zijn er verder geen interrupties meer? Dan sluit ik deze tweede termijn. Gaan we over tot besluitvorming. Zijn er fracties die een stemverklaring willen afleggen met het oog op een stemming? LPO-fractie. Verder geen andere. Meneer Bongers, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Zoals we al aangegeven hebben, we kunnen ons prima vinden in de verordening en de aanpassingen van in de afschrijvingstermijnen. Waar wij grote moeite mee hebben, is dat, dat we een begroting goedgekeurd hebben met een negatief saldo onder de streep. Daar zitten incidenteel en daar zitten de structurele posten opgeteld bij elkaar. Starten wij volgend jaar met een verlies van meer dan 900.000 euro en daar hebben wij grote moeite mee. En wij hadden graag gehad dat het college met plannen was gekomen om dat gat te dichten. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik aannemen dat de raad unaniem instemt met dit voorstel? Dank u wel. Dan is dat besluit genomen. Ik wil graag de vergadering beëindigen onder dankzegging van ieders inzet en aandacht en betrokkenheid. En er is nog een beetje tijd over om voor te genieten van het Sinterklaasfeest. Ik sluit de vergadering. Voorzitter, mag ik nog even het woord? Meneer Van der Bodem. Het is misschien wat buiten de orde, maar ik heb begrepen vanavond dat u nogal flexibel bent. Ik spreek overigens niet als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dat zou u misschien na zoveel zwijgen vanavond wel verwacht hebben. Maar meer
bevestigd door het besluit vanavond als VND-VZR van de Raad. Dat snapt u. Het is niet het officiële moment om u te bedanken voor al het vele werk dat u hebt gedaan in de afgelopen tijd. Maar het leek ons wel een markant moment nu om daar toch even bij stil te zitten en u te bedanken voor het werk en graag tot uw officiële afscheid. Dank u.